Oh, Okie dokie, daily challenge, Challenged. Right. Oh, oh nee. Ik heb hem weer aangeklikt. We weten wat het de vorige keer ging doen. Want we hopen dat het niet weer gebeurt. Dan, zodra ik weet wat het is, klikken. Tenminste, ik denk dat ik weet wat het is. Waarom denk ik dat dit de Filipijnen is? Uh, vanwege de betonplaat in de weg. Kan dat ook iets anders zijn? Jazeker, absoluut. Honderd procent. Maar. <laughs> Wat ik zeg. De vorige keer ging het goed mis. Um, ja, dit kan. Ah, kijk, ik neem aan dat hier. Ja, dit is wel heel duidelijk. De Filipijnen, neem ik aan. Ah, het kan ook eventueel. kan ook heeft veel weet um, het in zijn. Nou, ik ben er niet honderd procent van overtuigd. Ik denk dat dit Indonesië gaat zijn. Nou dit is... Uh, oh, hallo. Ik denk niet dat dit mijn de antwoorden gaat brengen die ik wil hebben. Ik ga hem moeten 7 bij die verkiezingsposter. En dan moet ik weer tijd verspillen aan het teruggaan. <coughs> Sorry. <coughs> Naar hier. Waarom laat ik hem nou nog in de Filipijnen staan? Omdat ik zeg: ik weet het niet zeker. Nee, ik denk dat dit, want dit, wat er achter die mevrouw staat, dat is volgens mij de Indonesische vlag. denk ik ja. Syrats. Syrats. In mijn hoofd is eh ah, kak. Kijk, en dan stond op die vorige poort ook al... KAK! Ik zat er nog over te twijfelen om daar weg te zetten. Oh wel... Doesn't matter. Eerst um, Het eerste wat ik altijd denk bij dit soort wegen is dan... Uruguay? Maar... Hoi. Okay. Dat is niet honderd procent zeker. Als het niet Uruguay is, dan is het zeer waarschijnlijk wel iets in zuid midden amerika zou ik zeggen. Gezien de, hoe de rest van de omgeving eruit ziet. Ik denk dat als dit. Het... Uh, Afrika zou zijn. Dat, dat zie ik namelijk als de enige andere. optie. Ik heb er niet achter me gekregen, heb ik. Dan zegt dat tegenwoordig niet meer zoveel. Ik wilde zeggen, het zou ook wel Nigeria kunnen zijn. Moet ik kijken of ik bewaking bij me heb. Maar dat is tegenwoordig ook niet meer een... Uh, een vastigheidje is het wel. Telefoon. Oké, okay, ja, dat ziet er wel uit als zijn er... In ieder geval... Ja... Misschien zit ik wel helemaal mis. Dan zien we het weer wel. Maar dan... Uh, ja, wat ik zeg... Uruguay... <coughs> Sorry. Is mijn beste optie. Als het niet Uruguay zou zijn, wat zou het dan... Bolivia zou ook wel kunnen. Olivia zou ook wel kunnen. Ik kan net niet genoeg zien op dat bord wat daar staat. Dat, dat, dat gaat de verkeerde kant op. Ik hoop dat ik kak. Ik zei het op het laatste moment hè, maar ja, ik was niet. Uh... Het vertrouwen was niet hoog genoeg, zullen we zeggen zeggen. Darned. Uh, dit zal wel Peru zijn. Ik zei het, hè, toen ik, eh... Uh... Dat is echt een teken van de slechthof. Haha, <laughs> nee. Hé, hé, Echt, ik, eh... Uh... Dat was brons ook. Eh... <laughs> uh... Ik zeg, ik, ik, ik moet het toch op een andere manier bevestigen dat het Peru is. Als het niet Peru is, wat is het dan nu? Chili misschien? Dat zou kunnen, maar dan zou het. Ah. Weet je, ik durf hem, gezien de staat van mijn score, durf ik hem best wel dichter bij de Chili te zetten. Maar de kans bestaat dan ook heel erg dat het dan echt helemaal de verkeerde kant op gaat. Peru, oké. Okay. Nou, ik heb de, in ieder geval nauwelijks het land goed. Dat is al een begin. Nou, ik had de eerste keer ook natuurlijk het land goed, maar toen had ik hem niet op het goede eiland staan. Ja, het probleem is dat dit dit droge dit droge land is eigenlijk vooral langs de kust heel goed te zien bij uh, in Peru. Ik hoopte eigenlijk dat. Oh. Ja, wel daar. Ik hoopte eigenlijk dat daar een naam van de stad op zou staan. En daar staat nog een bordje. Er stond nog een bordje. Um, dit... Is het... Zou het Lima kunnen zijn? Ik weet niet. Ik denk dat het dan net iets te. Of moet echt de outskirts of Lima zijn? Nee. Ik. Hey, hey, iets dat ik herken. Zweden, waarschijnlijk. Ik zie een blauw bordje met de dingen. En dit bordje zonder gele uitleiding, dus dan is dat Zweden. Is dat Zweden? Die naam zou suggereren dat het Finland is. Heb ik het verkeerd onthouden? Dat de. Of is het misschien heel dichtbij de grens met Finland? Ook niet onmogelijk. E10, Lulela. Ja, ik denk dat het gewoon heel dichtbij de grens met. Uh... Is hier? Oké, okay, top. Uh, Kiruna. Wat was die andere naam ook weer? Um... Zou hier ook nog een bordje staan? Is dat een bordje of is dat een niks? Een niks, ja. En je wat? Slaat hier op. Het is trouwens de startpositie, dus ik weet ook niet waarom. Ik denk dat het überhaupt behulpzaam is om op de startpositie te, te starten. Koerrava. Ik zeg dat. Doet, ziet eruit als een hele erge. Naam in uh, Finland. Wat was die andere naam? Wat ik. Vandaag heb ik een geheugen met gaten in de aanbieding, Kiruna. Ik kan me niet voorstellen. Het is, het is niet al te heftig. Ik dacht dat het erger zou zijn. Oh mijn god, wat is dit? Dit is een plaats. Die ik... Die we volgens mij al een keer eerder gehad hebben. Denk ik. En eigenlijk gaat het tussen Twee dingen hier. Is het Lesotho. Of is dit. Esfantini. Ik zou goed zeggen, maar ey, weet je de vorige keer nog dat ik zei, oh, duidelijke foto groene, groene heuvels. Of, eh, uh, Esfantini. Hey uh. Toen bleek het ook fout te hebben, dus, de... ik ben er niet heel zeker van. Ehm... <laughs> um... kans is wel, als het inderdaad wel Lesoto is, dat ik dan net zilver haal halen volgens mij, want dat is 15.000 als ik het goed heb. Als het inderdaad Lisotto is, dan, dan, dan. Oh, even wat. er vlog over bij een port. Zo. So, uh... Is dit een stad of is dit wellicht een familie? Oké, okay. laten we ons eigenlijk er niet druk over maken. Laten we doorgaan. Um, ja, wat ik zeg ook, ook het kleden van de mensen hier. Dus lange mouwen, lange broeken. Verraadt ook al een beetje dat het wel lichtleedsauto is. Maar ja. Nogmaals. De vorige keer zag ik uh, ook allemaal korte broeken en korte mouwen. Het bleek ook lusoten te zijn. Dus je, je kunt eigenlijk nooit ergens heel zeker van zijn. Totdat je eigenlijk. Um... We zullen het zien over een paar seconden. Ik, ik, ik hoop dat ik goed zit. Ik hoop echt niet dat als dit ding is. Is van Tini dom. Oké. Gelukkig. Dit zou normaal gezegd. Ja, zilver, jehehe. Yeah. Uh. Het was wel dramatisch hoor, ik bedoel, ik heb er twee keer echt gewoon flink naast, drie keer flink naast gezeten. Pff. En 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 en, en, en. Een niet goed begin van de week, zullen we maar zeggen. Kan erger natuurlijk, maar goed, dan nog. Maar goed, dat was hem in ieder geval voor vandaag. Morgen is er weer een dag en een daily challenge. En dan zeg ik tot morgen.